Romy, zilver op de 400 vrij. Wat doet dit met je? Ja, zilver geeft echt een gaaf gevoel. Want het is mijn eerste medaille. Dus het eerste wat ik echt binnenhaal met mijn zwemcarrière. Het voelt wel een beetje dubbel. Want als ik heel eerlijk ben, is het niet een tijd wat ik had gewild. Maar ik moet ook wel realistisch zijn. Ik heb wel zilver. En het liefst had ik zilver opgehaald met een betere tijd. Nou, het zat er nu niet in. Maar ik heb wel zilver, dat vind ik wel eigenlijk heel gaaf. Brons, wat voor gevoel geeft dat? Een heel dubbel gevoel. Ik heb hier absoluut niet op getraind. Ik heb echt getraind op de 100 meter schoolslag die vrijdag is. Dus dit was een soort van bijnummer. Dus ik ben al heel blij dat ik hier ook een medaille op heb gehaald. Ja, het voelt wel echt een beloning van het harde werk. Als je nu terugdenkt aan trainingen, dat je echt dood ging, zeg maar. Dan heb je nu wel zoiets van, dat heb ik tenminste gedaan voor een reden. En ik denk als ik dadelijk ook, ik moet nog even mijn trainer spreken, even wat doorspreken. Maar als ik dadelijk daar sta en mijn medaille ophaal, dan voelt dat echt, echt heel goed. Romy en ik hebben nog nooit samen op het podium gestaan, dus dat is hartstikke leuk. Is dit ook een mooie opsteken voor die 100 schoolslag? Zeker weten. Gisteren op de 100 meter rugslag had ik ook al een PR. Dit is dan geen PR, maar toch een medaille. Dus het geeft toch wel weer een setje omhoog.